Het is tijd voor het meest gênante radiospelletje van de hele radio, Hielker. Ja. Het is tijd voor hetgene waarom ik er niet zo debiel bij sta. De Dilemma Plus. Een soort van godheid die ons opdrachten geeft. En de Dilemma die staat eigenlijk aan die kant, maar Rick die staat nog heel even daar. Rick, kun jij ondertussen de weg naar jouw microfoon de Dilemma meenemen? Ja. Ja, die staat daar. Kijk. Gevuld en wel. Joh. Ja, wat een geëmmer. Ik zat even met Kees te praten. Ja. Die is al in de house. Ja. En het duurt nog heel eventjes een minuutje of 10, 15 dus voordat Kees Casey is. Ja. Maar het gaat gebeuren. Hij komt zo meteen in de studio. En ondertussen geef ik het Dilemma aan jou. Ja, ik pas hem door aan jou. Als je... Ik ben bang. Ja. Waar staat de plus eigenlijk voor? De upgrade van de Dilemma. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus jij mag er eentje uit gaan grabbelen. Dat is goed. En dan mag je eerst voorlezen wat voor iets het is. Het is een dare. Oh, ja? En... Zeg het maar. Bel een willekeurige lokale omroep en vraag wat zij momenteel doen. Ja! Dat is wel leuk, want ja. Wij doen sowieso meer. Ja. Ja. Heb je een omroep in gedachten? Oh, god. Ik weet er misschien wel eentje. Omroep Venray, dat is een omroep waar ik ooit heb gewerkt. En dat ligt, dat is noorden van Limburg. Is dat watertechnisch verantwoord? Ik weet niet of die daar heel veel zin in hebben. Dat is een hoogwater nu. Ja. Nee, dat is daar nog niet aan de gang. Dus okay. Die zijn waarschijnlijk... ik kan even kijken. Wil je die pakken? Of, ik vind het goed. Of heb je een andere in gedachten? Ik heb hem hier. Omroep Venray. Contract. Hoe lokaler, hoe beter. 0478. Oh, dan moet ik misschien hardop zeggen. Niet allemaal bellen, jongens. Bel jij hem dan via jouw telefoon en dan onder anoniem? Ja, dat moet wel eigenlijk. Ja, want anders dan kan ik heb geen idee hoe ik dat doe eigenlijk. Ja, gewoon bellen op speaker zetten en bij je microfoon. Ja, maar anoniem. Hashtag 31 hashtag. Ah, jij doet dit vaker? Ja, ik ben een getrainde prankcaller. Ik zal even kijken of ze met iets bezig zijn op het moment. Ik kan heel even kijken, luisteren via internet. Kijk wat we dan gaan horen. Kijk. Dit is live op Omroep Venray. Ben je al aan het bellen? Oh nee, nog niet. Nee, nog nee, is heel goed inderdaad. Dus stel je voor, ik krijg niemand. Ze draaien nu deze plaat. Maar het is wel non-stop muziek, maar we kunnen het wel gewoon eens proberen. We kunnen altijd een poging wagen. Ja, bel maar. Misschien nemen ze wel niet op. Dus eerst hashtag. 3-1 hashtag. Wacht even, 3-1 en dan de hashtag. Ja? Ja, ja, de hashtag 3-1 hashtag. Ik heb hem. Oh, wacht. Nee, wacht even. Hashtag 3-1 hashtag. Ja, ik kan het nummer nu niet zo gaan zeggen op de radio natuurlijk. Anders tik jij hem in. Ja, laten we dat even kijken. Nou, 04. Niet stiekem iemand anders bellen. 5-1-2-3-6-2. Ja, hij staat gewoon op internet. Iedereen kan het opzoeken. Ja, dat is ook weer waar. Dan, ook weer moet hij op speaker, hè? Ja, op speaker. En dan dicht bij de microfoon houden. Oh. Ja, horen we dit? Ja. No. Duurt even. Dit was weekend hebben. Nou, non-stop muziek is. Ja. Omroep Venray, met Marco. Goedenavond. Hey Marco, je spreekt met Maarten. Ik vroeg me af wat jullie op dit moment aan het doen zijn eigenlijk. Sorry, ik heb het helemaal verstaan. Ik vroeg me af wat jullie op dit moment aan het doen zijn. Wat we op dit moment aan het doen zijn? Ja, zo op de radio en zo. Ja, nee, ik ben gewoon muziek aan het draaien. Ah, kijk. Wij doen hier hetzelfde in Nijmegen. Oh, oké. Okay. En ja, het is... Heb je dat weggedrukt? Misschien was het niet als helemaal mijn leven te zeggen, bedenk ik me nu. Tot zover. Heb je nou weggedrukt? Ja, ja, ja. Hey, laat ik onbekend bellen. Waar zit in Nijmegen? Het zou het leukste zijn als hij ons straks ook nog even een keer belt. En dan moet je hem nog even bellen en dan zeggen waar we van zijn. Ja, maar Nijmegen, laat er een beetje een raadsel van. Dat kun je serieus nemen natuurlijk. Nee. Nou, tot zover Omroep Venray. Ja. Maar succes met de nattigheid. En ik denk dat wij maar gewoon door moeten gaan met de plaat. Oh ja. KCB staat te trappelen. Oh ja, inderdaad. Ja, die staat, ja, dat is veel belangrijker natuurlijk dan de Dilemma. Ja, precies. Hielke, sorry dat jij de enige bent die hier vandaag getroffen bent ja,
voor het dilemma. Weet ik dat ook weer. Weet je ook eens hoe erg dat is om te, om te doen. Ja. Inderdaad, zometeen. KCB die gaat live optreden hier. Ga zet de televisie aan op RN7. Dan kun je niet genieten van de nieuwe van Ed Sheeran.